bereiden van de wilde eend op het karkas vandaag. Dus ik wil even laten zien hoe we dat het beste kunnen doen. We hebben natuurlijk de wilde eend. We hebben wat verschillende kruiden. Een uitbeermesje. Een schaar om straks even wat kruiden te knippen. En een koksmes om straks de kruiden te hakken. Maar we beginnen eerst natuurlijk met het voorbereiden van de wilde eend. Even een scherp mes. We gaan even de boutjes eraf snijden. En dat doen we eigenlijk met een kleine inkeping te maken. Op deze manier. We zetten onze middelvinger onder het bordje. We drukken het weg. En we snijden zo het boutje eraf. We hebben nog een kans. Aan de andere kant. Laat ik het nog een keertje zien. Kleine inkeping maken. We drukken het bordje eruit. Het dijbeentje. En we snijden met één beweging snijden we de boutjes eraf. Wat we met de boutjes zouden kunnen doen, is dat we dat confijten. Of we gebruiken dit natuurlijk voor onze jus of bouillon, eende jus, eende bouillon, wat je daarvan zou kunnen maken. Het confijten is eigenlijk puur het garen in zijn eigen vet of in de olijfolie, ganzenvet. En daarvoor moet je ze dan even pekelen in het zouten water. Ik wil even verder gaan met het prepareren van het karkasje. Daarbij hebben we wat specifiek wat kruiden nodig. Ik heb even een schaar genomen. Ik pak een takje rozemarijn en ik knip wat tijm. Je zou dus ook gewoon het gedroogde rozemarijn kunnen gebruiken en de gedroogde tijm eventueel. Als je dat niet vers in huis hebt. Wat we dan doen is even met een koksmes hakken we dit even een beetje fijn. En dat strooien we dadelijk over de eend heen. En een klein beetje in de eend zelf. We kruiden de eend rondom. Een klein beetje in de eend zelf. Dat de kruiden lekker het hele borstfilet bedekt zijn. Ik heb de eend nu even gekruid met wat tijm en rozemarijn. Ik heb hier wat peper uit de molen. En ik heb wat grovere zeezout. Dat gebruiken we daarvoor. Ik vind het zelf altijd lekker als je dat van tevoren toch een klein beetje zout en peper, dan het even lekker doorheen trekken. Je kunt het ook altijd achteraf doen. Wat ik doe is eigenlijk het eendje voor je leggen. Klein beetje zout. Je legt hem in je handpalm. En zo kun je hem goed voor jezelf draaien. En natuurlijk ook even een beetje zout in het eendje zelf. Even lekker een beetje inmasseren. En dan hebben we de eend gekruid en gezout. We zijn nu aangekomen om het te laten zien hoe we de eend gaan bakken. We hebben de eend zout, peper en wat kruiden aan toegevoegd. Ik gebruik wat koolzaadolie. Je zou dat natuurlijk ook met olijfolie kunnen doen. Klein beetje olie in de pan. En we bakken hem eerst eigenlijk op één zijde in de pan aan. Je draait hem om en je legt hem op zijn rug. Je ziet dat de twee kanten mooi bruin, goudbruin bakken zijn. Je pakt een klein lepeltje en je arroseert de borst nog even met de olie over de eend de borst heen. Dat die mooi bruin is. Ik heb even een plateautje naast me gezet, leg hem erop en ik schuif hem dadelijk af in de voorverwarmde oven. We hebben de eend op een roostertje gelegd, we steken de kerntemperatuurmeter in de eendenborst. We zetten de eend op ongeveer kern van 49 graden Celsius. Kijk, het eendje is klaar. Nou, wat we doen is, we halen de temperatuurmeter eruit. Eentje halen we eruit op een plateautje. Overtje dicht. En we gaan hem nu dadelijk even uitsnijden. Nou, we hebben de eend net uit de oven gehaald. Een mooie kern van 49 graden. Kern bepaal je eigenlijk zelf.
Hoe wil je je eend bereid hebben? Wil je hem toch iets verder hebben, dat hij iets meer gegaard is? Zet je je kern gewoon iets hoger, ga je hem over de 50 graden. Wil je hem wat roder? Dat is een beetje de smaak wat je zelf gaat bepalen. Ik vind zelf, als een eend, mag die voor mij wat lager gegaard worden. Ik vind hem mooi om 47, 46, maar ik hou, een eend moet rood zijn, naar mijn gevoel. Maar als je zelf zegt, van, nou, ik hou niet zo van een rood vlees, gewoon de kern iets hoger zetten en dan wordt hij vanzelf iets gaarder. Wat hebben we nodig? Even een scherp mes. Even een kleine aanzet op je mes. Pak mijn eendenborst. Ik leg hem voor me. En ik ga hem eindelijk uitsnijden. Wat we doen is, we zetten het mes precies in het midden van het borstbeentje. Dus ik heb wat spanning op het borstbeentje gezet en we snijden het eend snijden we iets open. We draaien naar ons toe. Langs het fourchetje, het V-stukje noemen we dat. Snijden we het, want hier zit een klein botje zoals u ziet. En daar zet je je mes en je snijdt hem recht naar beneden. Daarbij draaien we het borst en we fileren langs het karkasje op. En we snijden hem eraf en we leggen hem weg. Nou, dit doe je in principe hetzelfde. Even goed vasthouden, even wat druk op het borstfilet en we snijden hem in één keer door. We draaien de filet, de eend, het bordje opzoeken, het fourchetje, het V-stukje. En we draaien hem naar beneden. Je ziet hier een hele kleine zeen, die zit vast op het vleugeltje. En die snij je dus door. Je draait hem en je snijdt weer langs het ribbenkarkas, snij je naar beneden. En op deze wijze snij je hem eraf. Ja, zoals je ziet is, we hebben de borstfilet van het karkas afgesneden. Wat je zou kunnen doen is dat we hem mooi de sappige filetjes even gaan trancheren. Je kunt twee dingen doen, het vel erop laten, als je dat zelf lekkerder vindt. Of je haalt het velletje er even af. Als je het velletje erop laat zitten, haal ik altijd even het aguiletje eraf. Dat is eigenlijk het haasje van de eend. Die leggen we even apart. En je snijdt een scherp mes, wat jouw dikte bepaalt, mooie tranches. Ja. We hebben de eend hebben we gehaald bij een polier. Mooi in het seizoen, kijk even wat je zelf prettig vindt. Je hebt kooieenden en je hebt schieteenden. Op het moment dat je een schieteend neemt, hou even rekening mee dat er sporen van hagel in kunnen zitten. Nou, we hebben laten zien hoe je een eend bereidt, hoe je het van het karkas kan snijden. En dat je een hele mooie cuisson hebt als je het bak op het karkasje zelf. Ik zou zeggen, nou ja, eet smakelijk. Ga het absoluut thuis een keertje proberen. En ik zou zeggen, tot de volgende film. Doe maar weer.